Welkom bij Extra Journaal, nieuws uit Curaçao, vers van de pers. En dit is het nieuws van vandaag. Extra meldt op haar voorpagina vandaag dat luchtvaartmaatschappij Inter-Caribbean Airways een akkoord heeft getekend met Insul Air. Dit akkoord is goedgekeurd door de Curaçaose regering, maar moet op 4 december ook nog door de schuldeisers van Insul Air worden goedgekeurd. Als dat gebeurt, neemt Inter-Caribbean Airways een deel van de aandelen van Insul Air over en gaan de twee samen verder. Op dit moment heeft Inter-Caribbean Airways 22 bestemmingen. De luchtvaartmaatschappij is gevestigd op de Turks en Caicos eilanden en wil verder groeien. Daarom de samenwerking met Insul Air. Werkgevers maken nog veel gebruik van medewerkers die niet over de juiste papieren beschikken. Dat blijkt uit een onderzoek van leden van het multidisciplinaire team gisteren in Otrabanda. Daarbij werden restaurants en andere horecagelegenheden onderzocht. En veel werknemers beschikken niet over de juiste papieren. Het gaat daarbij vaak om ongedocumenteerden. Gisteren zijn ook weer een groot deel daarvan overgebracht naar de immigratiedienst. Daar wordt de situatie per persoon onderzocht. Als mensen niet over de juiste verblijfspapieren beschikken, worden ze gedeporteerd. Volksvertegenwoordigers van over de hele wereld hebben een belangrijke taak om meer aandacht te besteden aan de klimaatverandering. Dat zegt Menky Royer, parlementario voor de partij Curaçao de Nostour. Hij was een van de Curaçaose delegatieleden die onlangs in Suriname een klimaattop bezocht. Hij is geschrokken teruggekeerd, want hij vindt dat er te weinig aandacht wordt besteed aan de desastreuze gevolgen van klimaatverandering. Dat moet gebeuren en daarbij moet niet worden gekeken naar politieke partijen, maar eensgezind moet het probleem ook op Curaçao worden aangepakt. Aldus Royer. Volgend jaar wordt er een kinderombudsman op Curaçao geïnstalleerd. Dat heeft minister van Sociale Ontwikkeling, Arbeid en Welzijn Hensri Koeiman gisteren gezegd tijdens een persconferentie. Volgens hem is het traject ingezet en is het bijna helemaal rond. Hij reageerde hiermee op kritiek dat Curaçao te weinig zou doen voor de rechten van de kinderen. Volgens Koeiman is dat niet waar en is zijn regering hard aan het werk op een serieuze manier met dit onderwerp om te gaan. Op zaterdag 1 december tussen 8 uur 's ochtends en 12 uur 's middags kunnen kinderen die niet zijn ingeënt terecht bij verschillende consultatiebureaus. Onder meer in Yanwe en Kasikitu, maar ook in Santa Maria. Het gaat om een grote campagne die de minister van Volksgezondheid, Suzika Media Reumer, is begonnen om te zorgen dat meer kinderen gevaccineerd zijn. Besmettelijke ziektes als difterie, mazelen, kinkhoest en polio zijn in opmars in Venezuela. Met de vaccinatiecampagne wil ze voorkomen dat die ziektes ook op Curaçao de kop opsteken. De Curaçaose bokser Jemima Betrian heeft bij de wereldkampioenschappen boksen in India de halve eindstrijd behaald. De 27-jarige was in de kwartfinales van de klasse tot 57 kilo te sterk voor Alicia Messiano. Deze Italiaanse behaalde in 2016 nog de wereldtitel. Betrian bokst binnenkort de halve finale in New Delhi en is nu al minimaal zeker van brons. In Nederland is het overleg tussen kabinet, werkgevers en vakbonden over hervorming van de pensioenen geklapt. De hervorming van de pensioenen is daarmee voorlopig van de baan. Vakbonden vinden dat het kabinet te weinig tegemoet kan aan hun eisen. Een van de grootste struikelblokken was de AOW-leeftijd. Die is al gestegen naar 66 jaar en gaat de komende jaren nog verder omhoog. Volgens de vakbonden gaat dat veel te snel. Ook vinden ze dat mensen met zware beroepen sowieso eerder moeten kunnen stoppen met werken. Het kabinet was wel bereid de AOW-leeftijd iets minder hard te laten stijgen, maar de bonden vonden het aanbod veel te mager. In Jemen zijn sinds het begin van de burgeroorlog 85.000 kinderen omgekomen van de honger. Die conclusie trekt de hulporganisatie Save the Children. Ze doen dat op basis van cijfers van de Verenigde Naties. Het betreft kinderen onder de 5 jaar die zijn overleden aan acute ondervoeding. Hulporganisaties hebben moeite om hulpgoederen bij de mensen in nood te krijgen. In Jemen woedt al meer dan 4 jaar een burgeroorlog. Dit was Extra Journaal met nieuws uit Curaçao in het Nederlands elke doordeweekse dag. Tot de volgende keer.